Gespannen gezichten afgelopen weekend bij de zwemmers in het Hofbad. Voor sommigen staat er dan ook heel wat op het spel. Het is een toernooi wat gebruikt wordt voor de zwemmers om nogmaals limieten te halen, maar ook zichzelf te testen. Kijken hoe de vorm erbij zit. En vooral voor Rio zijn er een paar mensen die zich specifiek voor Rio aan het trainen zijn en die deze wedstrijd gebruiken als piekmoment. En een van die zwemmers is het jonge zwemtalent Inge Vieveen uit Nootdorp. Hoe ging het? Het ging goed wel, ja. Ja, het is een soort van trainingswedstrijd. Dus je zwemt niet je beste tijden, maar hoe dichter je in de buurt komt, hoe beter. En het Hofbad in Den Haag is nu ook officieel het regionaal trainingscentrum voor wedstrijdzwemmers. En daar zijn ze in de zwemwereld erg blij mee. Dus het vierde centrum na Drachten, Eindhoven, Amsterdam. Ook Den Haag, eindelijk. Een zwemstad met een enorme historie. En we gaan er met z'n allen voor zorgen dat die historie weer terugkomt voor de toekomst. Wat vind je ervan dat het Hofbad nu een regionaal trainingscentrum is geworden? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, het is ook wel heel fijn. Want het is dichter in de buurt dan waar we eerst trainen. Dus ik kan gewoon op de fiets. En daar komt bij dat het Hofbad ook een bijzondere uitstraling heeft. Het is wit. Dus we zien zelden zulke maagdelijke zwembaden. Veel glas, je kunt overal naar buiten kijken. Gaan ze er harder van zwemmen, denkt u? Absoluut zeker, ja. Licht maakt meer en beter leren. En dan ga je vanzelf harder zwemmen. Ga je naar Rio of niet? Dat weet ik nog niet. Dat is nog ver weg. Succes. Bedankt.